altijd regen op die museumnacht, maar die is wel spetterend en weerzinderend. Vandaag staan we weer bij Artemisitie, bij de editie van Pluriversum. En Pluriversum is een zinderend laboratorium waarin kunstenaars, performers, social designers en filosofen hun blik geven op het klimaatdebat en de angsten voor de ecologische crisis die op dit moment plaatsvindt. We worden verrast, we worden uitgedaagd om verder na te denken. Ik zie hier de film Sloot. Mm-hmm. Jij bent de maker, de regisseur van de film. Er komt een amoebe uit jouw sloot volgens mij gekropen. Iets gemuteerd geloof ik, of niet? Zie jij dit soort vreemde wezens ook in de sloot die jij gefoto of gefilmd hebt? Nou, het komt wel in de buurt inderdaad. Ja? Ja. Dit is heel vervreemdend. Nou, dit is wel een leidend voorwerp. Arjen en Merel, goedenavond. Wat een fantastische show hebben jullie weer neergezet. Prachtige tentoonstelling. Wat ik even wil weten is, hoe zit het met dat thema van jullie? Waar gaat het om? Nou, we hebben ieder jaar, elke keer bij elke museumnacht, hebben we een thema wat actueel en maatschappelijk relevant is. En dit keer hebben we gekozen voor iets waar we gevoel van hebben, waar iedereen eigenlijk naar op zoek is. En dat is dat alles met elkaar verband houdt eigenlijk. Niks staat los van elkaar op deze wereld. Je kan niet zeggen van ik ga op een eilandje ergens zitten en dan en de rest kan in elkaar zakken. Want dan gebeurt dat ook werkelijk. Ja. Dus, en daar zijn we vanuit begonnen en op een gegeven moment dat hebben we bedacht vanuit een soort microniveau naar een macroniveau. Vanuit je eigen lichaam tot aan de klimaatdiscussie die je op dit moment bij overal vindt. Dus eigenlijk een beetje wat ik ook hoor van kleine dingen kunnen een grote invloed hebben. Alles met elkaar verbonden dus is, ja. Niet los van elkaar staat, een soort butterfly effect. Een beetje, weet je wel, wat populisten gebruiken zoals Trump, die zeggen ja, maar op jullie stukje aarde, daar is van alles aan de hand, ja. Maar bij ons niet. We hoeven ons helemaal niet druk om te maken. Aha. Dus dat, ja, en dat is waar bijvoorbeeld ook in de Nederlandse politiek rechts en links elkaar gevonden heeft, is de ijsbeer. Ja, 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 ja. De Partij van de Dieren en extreem rechts hebben elkaar gevonden in de ijsbeer, maar extreem rechts is absoluut niet geïnteresseerd in die ijsberg. Nee. Waar die ijsbeer op te vinden is. En dat is een hele interessante discussie. En ook in ons research waarin we keken van oké, er zijn heel veel klimaatmarsen. Er werd op een gegeven moment gestreden voor, was er een mars hier langs van bevrijd het dier, bevrijd het dier. Ja. Want toen liep iedereen met zijn eigen huisdier aan een lijntje. Could it be a success thing in summertime or something? Absolutely. Yeah. Imagine like really a chill out stage. Okay, oh, wow. On a festival. A big igloo. On the summer festival. Yeah. You make it bigger. Yeah. And you can with your friend group. But what do you think that the artist is focusing on? This really represents everything that global warming is against, I think. Yeah. All that electric stuff. I've heard that this summer in the Netherlands they sell the most of this air conditioners. You feel the difference already? Yeah. Yeah, for sure. You can immediately feel the heat when you go out. It's like, phew. Nou, we zijn hier wel beland in een hele bijzondere beauty salon. Wat gebeurt hier? Ik voel dat ik word gestoomd. Ja. En als ik het goed heb, word ik gestoomd met vocht van de G-spot ejaculatie van vrouwen. Dat is echt fucking lekker. Oké, en zit je dan nu bijna naakt in dit object? Niet bijna, gewoon naakt. Jij zit naakt. Gewoon naakt, ja. En je wordt dus zeg maar bestoomd met vrouwelijke orgasmes. Ja. Kan je mensen dit soort producten aanraden? Ten eerste omdat je dus je eigen lichaam of ja, iemand anders sappen teruggeeft aan je huid. Mm-hmm. Je lichaam maakt gewoon al die mineralen en ja, nutrition, ik weet even niet meer het Nederlandse woord aan. Voedingsstoffen. Voedingsstoffen. Ja.
En ja, ze hebben bijvoorbeeld collageen. Ja. Dat koop je in de... In al die producten tegenwoordig. Wordt helemaal mee geadverteerd, maar dat maakt je lichaam gewoon zelf aan. Het is bijvoorbeeld een mist met ejaculatievocht. Ja. Dus er zit ejaculatievocht in? Ja, in combinatie met wat andere mineralen. Dus na een week lang oogsten en 24/7 samen zijn en ja, je eigen lichaam beter leren kennen, kijk ik gewoon heel anders naar wat daar beneden uitkomt, waar ik nog nooit naar had gekeken. It's organic. Organic. Auto-sustainable. Ja. Yes. Wow. Autonomous. And how do you get the fluids? Like, do you have women that are participating to create this product? We have a farm. Yeah. And in this farm, the people collect all these fluids from different women. Wow. Now this scrub is made with the sun-dried menstruation. Yeah. Hey, I see here a beautiful view of mountains, idyllic situation, yeah. And then I see you walking as like a goat. How do you do that? Yeah, see, the thing about going on holiday to an idyllic place is you're still you. And so I wanted to have a holiday from me. I wanted to have a holiday from being a human being. And so I tried to become a goat. To forget all of this complexity. Really, the project was more about trying to use like modern science and technology to sort of achieve this like very ancient human desire of like becoming a different animal. How is it to be a goat? Kind of painful and uncomfortable, unfortunately. The kind of idea that you could somehow like that it would be easy to become a different animal, like a goat. I think I, in the back of my mind, had this idea of like, oh, it should be easy to become a lower animal, but no, of course not. They are just as evolved, you know, just as specialized. So I was basically in pain for most of my journey. In guts, I realized I wouldn't be very free if I had to worry about where my next meal was going to come from, so I realized I needed to not just be able to eat grass, but also digest grass. I had a prosthetic rumen, which was this kind of silicone bag that I strapped to my chest. And so I bite the grass, choo-choo-choo, spit it into one end of the bag. Wow. The kind of enzymes I had like fermented this grass mixture, and then I could suck out this like milkshake at the other end, and then it would go into my true stomach. I nearly got into a fight with the goats, and it was scary because they have horns, and like when you're down at their level, they're you know, you worry because they're weapons. You're in the field of them. Just a terrible. I was a crap goat. I was like nowhere near as like nimble as them. So I just backed away. I was too scared. And talking to the goat herd, the goat farmer afterwards, he was like, I was watching, and I think that was the moment in all your days that the goats kind of accepted you. He said, was because any goat that I introduced to the herd has to find its place in the social hierarchy. Yeah. And so that was your moment to like either step up and challenge or to run away and submit. And so I was the most submissive runt goat, the bottom of the... The bottom goat. Het meest grappige is wel, wat ik op deze avond merk, is dat je als iemand het woord neemt, dan gaan er onmiddellijk allerlei mensen omheen staan. Ja, dat is daar. Ja, dat is echt dat gebeurt. Ik heb het ook aan verschillende kunstenaars gevraagd, die zeggen van ja, hoe moet ik dan beginnen? En dan zeg ik van nou, begin gewoon, neem het woord. Ja. En dan gaan ze allemaal op de grond om je heen zitten. als een soort, en het gebeurt de hele tijd door. Bij Thomas Thwaites, bij Tinkerbell. Ja. Stoppingen op de trap en iedereen gaat... En het is zo mooi. In de file. Het is gewoon een soort format. Het is gewoon echt prachtig. Ja. Maar daar zit ook wel dat persoonlijke, denk ik, dan in. Want als het dus persoonlijk wordt... Mensen houden van persoonlijke verhalen. Ja. Ik had het met Thomas Thwaites er nog over. Die zei ook zo van, ja, mensen houden van verhalen. Ja. En hij stond ook op een gegeven moment zo van... Nou, ik zei, Arjen, zei hij tegen mij, wat moet ik doen? Ik zeg, nou, ga gewoon praten. En dan gaan ze naar je luisteren. En in de zorg van 2 dagen later hoorden mensen dat er een kern was geweest. En dat ze mogelijk nooit meer terug naar huis komen. Dit is een soort installatie,
van mijn allemaal verschillende werken. Allemaal gemaakt naar aanleiding van 6 bezoeken die ik heb gebracht aan de restricted zone Fukushima. Dus zeg maar het gebied dat is getroffen door een kernramp. Op 11 maart 2011. En wat hoop je dat de mensen ervan meenemen? Nou, ik hoop dat mensen iets meenemen. En toen het open ging om 7 uur, De eerste groep die naar binnen kwam was een groep huisvrouwen. Ze gingen niet iets lezen en ze chasen hier echt doorheen. Zo van, dit vinden we niks. Ja. Toen kwamen ze bij de uitgang. Oh, die krijgen iets gratis. En ze gingen die monddoekjes meenemen. En zo gingen ze door. En toen dacht ik echt, what the fuck? Wat is de message van jouw werk hier? Nee, dat gaat heel erg over waarheid en over ja. aandacht. En over werkelijkheid en niet over een soort eerste impulsgedachte of gevoel, maar daadwerkelijk onderzoek. En wat is waarheid? Ja. Het grote issue van deze tijd. Ja. Werkelijkheid, nieuws, fake nieuws, dat verhaal en angst. En Tinkerbell zei dat ook, we zijn eigenlijk niet gemaakt om een catastrofe goed te begrijpen, nee. Maar door iets inzichtelijk en grijpbaars te maken. Van ja, dat is het kunstenaarschap. Dat is precies wat je doet. En dat komt hier allemaal samen. Zes smaken. Ja. We hebben bacon smaak, we hebben vleesfruit, ijsbeer, chocopanda, ijskoningin en draak. Polar beer ijs, is dat echt ook vlees van de polarbeer? Ja, dat kan dus wel met kweekvlees. Dus nu is de ijsbeer nog een bedreigde diersoort en daar eet je dus normaal gesproken geen vlees van. Dat zie je in de supermarkt niet terug. Kweekvlees vinden sommige mensen nog een beetje eng. Dus daarom om het in ijsvorm aan de man te brengen. Ik vind die heel lekker. Die vind ik heel lekker. Die vind je lekker. Wat heb jij? Ik heb de dragon. Er zit ook kunstmatige bacon doorheen. Maar wat roept dat nou bij je op? Ja, ik dacht eigenlijk dat het een beetje opstandigheid zou zijn. Juist een beetje tegen de vegetarische beweging, maar dat valt dus allemaal wel mee. Hoe kom je dan aan dat kweekvleesmateriaal? Ja, dat moet je dus inderdaad in een laboratorium kweek je dat. Dus je pakt gewoon een stamcel van een dier en dat stop je als het ware in een petrischaaltje. En dat wordt dan gekweekt als een celcultuur. Dus dat gaat van zichzelf gaat dat zich vermenigvuldigen. En dan krijg je een stukje vlees. En daar zitten dus geen bloedvaten in, geen zenuwstelsel of botten. Dat is echt alleen het vlees. Ja. Het is ook niet genetisch gemanipuleerd of zo. Dat is ook een misverstand dat wel vaak. Het is precies wat die cel gewoon al zelf doet. En dat hoef je alleen maar te voeden en dan gebeurt dat gewoon. Is Nederland bekend vanwege onze kaas. En wij denken dat over 10 jaar dan is Nederland bekend van zijn kweekvlees. Ik begreep dat jij ooit voor Museumnacht hebt gewerkt, voor de organisatie. Ja. Hoe is het nou voor jou om hier als bezoeker rond te lopen? Ontzettend leuk. Het is zo leuk, want het is zo ontspannen. En je kunt gewoon alles doen wat je wil. Je kunt inderdaad een maskertje opdoen. Je kunt een gek ijsje eten. Zie je bepaalde ontwikkelingen en thematiek? Nou, ik las wel net in een soort billboard bij iemand op Instagram Stories dat in de Museumnacht activisme, zeg maar programma's met een bepaald activistisch tintje, dat die heel populair zijn. En ik snap dat mensen heel erg aanspreekt en dat musea een mooie plek kunnen zijn eigenlijk om het gesprek aan te gaan van hey, wat is hier aan de hand, wat is mijn mening, hoe kan ik hem verbeteren, aanscherpen en hoe kan ik verder denken. Dit wonderschone blauwe object, is dat nou iets wat op zaal moet blijven staan in het museum of moet het nou weer de zee in? Nou, het zou mooi zijn als het de zee in mag, maar op dit moment zijn de pulsvleugels weggestemd door het EU-parlement. Mm-hmm. Waar het gevolg ervan is dat ze liggen nu allemaal op de kade eigenlijk. En wij tentoonstellen nu 1 hier, omdat wij vinden dat het stedelijk publiek leest er vaak over in de krant. Maar eigenlijk hebben ze er 1 in zijn volle glorie nooit echt meegemaakt. Geen beeld van eigenlijk. Nee. Waarom is zeg maar nu dat pulsvissen beter voor de environment, voor het milieu? Ja, de oude techniek heet boomkorvissen. En dat is eigenlijk iets wat over de bodem schaaft, zeg maar. En dit zweeft over de bodem en geeft een elektrische stoot op de bodem, waardoor de vissen omhoog zwimmen en dan dus in de net. Ze schrikken en ze komen omhoog. Deze is minder schadelijk voor de bodem en gebruikt ook 40% minder brandstof. Tegenstanders beweren dat dit ook slecht voor de vissen zijn, maar eigenlijk weten we dat niet, omdat het langlopende wetenschappelijk onderzoek, wat nog gaande was, is op stop gezet door het wegstemmen door het parlement. Het is aan de hand van een hele succesvolle lobby van een Frans milieuorganisatie. Die heeft een beeld verspreid van een vis die wordt geëlektrocuteerd.
Maar wij beschouwen dat beeld eigenlijk als een soort van propaganda. Omdat die vis krijgt geen schok, maar de bodem. En die spiegels, wat is daar het verhaal? Elke spiegel staat voor één boot van de Nederlandse Pulsvloot. Er zijn 84 boten. Je gelooft het niet, maar dat is gewoon een kraan met een telescooparm die 15 meter door een raam naar binnen kan. Helemaal hier naar binnen is gehaald. We waren helemaal aan het glunderen toen ze dat ding naar binnen brachten. Echt fantastisch. Het is science fiction. Het is een soort vorm van science fiction. Dat zie je alleen maar in dat soort films. Psychoecology. Can you explain something about that terminology? I mean, I think that there's got to be some relationship between how we feel and how we are psychically and emotionally and how we experience our egos and whatever that is. The degree to which we're totally raping and ruining the whole world and killing everything. Originally from a little forest outside of Seattle, but I've been living in New York for a long time. I love to be in nature, but I personally am okay being in the gutters of New York City for a few years. I think I have cultivated myself to appreciate horrible things because that's most of what's left. Yeah, you know. Thank you. We embrace our and the world's ugliness to be stronger. En soms hoor je letterlijk wel educative people die dan zeggen ja, maar ja, Jezus, gaan we het nou weer over het klimaatdebat hebben? Dat heb ik nou wel even gehad hoor. Of ik weet niet, ik word er lethargisch van en ik weet niet hoe ik me ertoe moet verhouden. En exact dat stukje is een van de grote drijfveren ook geweest achter deze tentoonstelling. Niet om een antwoord te geven of het zou zo moeten zijn met een vingertje. Nee, om een soort, weer die route die we ieder jaar proberen te doen. Dat je eigenlijk meegenomen wordt met een ingewikkeld groot thema. Ja. En als je buiten komt, denk je, oh ja, ik heb misschien niet meteen een oplossing, maar ik ben wel, ik heb zoveel andere brillen opgezet om naar het klimaatdebat en ecological awareness, om me daartoe te verhouden. Ik kom er als een ander mens naar buiten. Ik heb het idee dat ik naar een soort alienwereld zit te kijken als ik je film zie, ja. Maar wat is het? Het is onder water in de sloot, Groningse sloten. En inderdaad, ik had eigenlijk wel hetzelfde toen ik de eerste keer door de microscoop keek en onder water. Het is een soort exotische wereld, ja, bijna buiten aards misschien. En hoe ben je te werk gegaan in het hele proces? Ja, eigenlijk heb ik veel te veel gefilmd. Ik heb gewoon een jaar lang onder water gefilmd en door microscoop gefilmd. Ik had allemaal slootwater in mijn atelier staan, allemaal bakken, daar heb ik in gekeken. Ik had wel een soort verhaal in mijn hoofd. De schepper speelde een hele belangrijke rol en de Genesis en de Apocalypse die elk jaar in de sloot plaatsvindt, doordat de sloot wordt uitgebaggerd door de graafmachines. Maar los daarvan ben ik eigenlijk gewoon heel veel gaan filmen en heel erg associatief met de beelden aan de gang gegaan. Een soort scheppingsverhaal gecreëerd. Ja, dat was ook wel de reden waarom ik hem wou maken eigenlijk. Omdat je hebt het hier ook natuurlijk platteland, maar op Groningen heb je dan nog meer. Om een grasland, en dat is heel monotoom. En als je dan die sloot induikt, zie je eigenlijk dat is een hele andere wereld. Ja. Dat vond ik er mooi aan. En het gegeven dat het eigenlijk een heel eeuwoud onderdeel van een eeuwoud cultuurlandschap is. Maar het lijkt een beetje een soort oer natuur.